Aruba. Nieuws in het Nederlands. Maatregelen om de verhoging van het BBO te compenseren zijn niet genoeg om de kosten te dekken. Tijdens de persconferentie op 30 september heeft de minister van Financiën en Cultuur het belastingplan 2023 aangekondigd. Het is inmiddels al bekend dat per 1 januari 2023 het BBO van 1% naar 7% zal stijgen en aantal commerciële stimulansen zullen stoppen. Het is ook bekendgemaakt dat er een aantal compenserende maatregelen genomen worden om de gemeenschap verlichting te geven. Aruba Trade and Industry Association, ATIA, wil graag aandacht geven aan deze compenserende maatregelen. ATIA zal dit met een aantal korte en simpele persberichten doen. Als eerst beginnen ze met inkomstenbelasting. En voordat we aan het einde komen van onze programma wil ik u herinneren aan DA met het grootste aanbod op het eiland van schoonheidsproducten en met de voordeligste prijzen op het eiland. En Benu, de grootste voorraad op het eiland van medicijnen, zelfzorgmiddelen en thuisbezorging van medicatie. Omdat uw gezondheid hun hoogste prioriteit is. Tot morgen. Amigo Aruba. Nieuws in het Nederlands.